Ik ben Anthony Bergers. Ik ben unit manager in het ziekenhuis Rivierenland van de corona-afdeling, afdeling AB3. Nou, we zien gelukkig een wat terugloop van patiënten. Dus mijn afdeling is toch gewoon hetzelfde gebleven, maar we hadden al plannen klaar liggen om ook andere afdelingen in te moeten gaan richten voor coronapatiënten. En dat hebben we gelukkig niet hoeven te doen. Dus we zijn wat dat betreft iets afgeschaald in bedden. En we merken gelukkig nu door alle maatregelen dat het wel een stukje minder is geworden. Op de IC niet, dat is absoluut nog niet het geval. Die mensen liggen 2 tot 3 weken, dus die zijn er echt nog wel een tijdje. Maar gelukkig op onze afdeling zien we echt dat het een beetje minder begint te worden. Ik ben Janine Nieuwenhuis, ik ben longverpleegkundige in het CWZ in Nijmegen. We merken eigenlijk sinds vorige week dat het wat rustiger aan het worden is met het aantal patiënten. We hebben eigenlijk iedere dag wel ruim lege bedden. Maar we merken wel, de mensen die echt wel ziek zijn, die zijn ook nog steeds wel heel erg ziek en moeten naar de intensive care. Of er gaan helaas nog steeds wel mensen overlijden. Afgelopen nacht is er helaas ook nog iemand overleden en het is eigenlijk toch nog wel steeds dagelijks. Ik ben bang als je zegt van het gaat een beetje beter, dat mensen denken, oh, nou dan valt het allemaal wel mee, we gaan weer lekker naar buiten met het mooie weer. Dus ik ben bijna bang om te zeggen dat het een beetje beter gaat. We merken wel dat het nu minder druk is, maar ik merk ook wel, ik ben nou afgelopen dagen vrij geweest en dan kom ik op bepaalde plekken en dan zie ik mensen echt met z'n allen bij elkaar zijn. Ja, daar kan ik me wel een beetje boos over maken, maar dat komt natuurlijk ook door het feit dat ik hier zie wat er gebeurt. Want zelfs mensen die hier gewerkt hebben, die in het ziekenhuis werken, maar niet op deze afdeling, zijn er gewoon heel erg van geschrokken. Dus dat is ook wel de reden waarom denk ik heel belangrijk is dat het zo in het nieuws blijft. Dat mensen echt weten hoe serieus dit is en de afstand echt nog in acht moeten nemen. Want ja, we willen niet die piek die we gehad hebben nogmaals terug hebben. Mijn naam is Aletta Manders en ik ben een van de inkopers van Gelre ziekenhuizen locatie Apeldoorn en Zutphen. Nou, er zijn heel veel initiatieven die bij ons zich aanmelden. Mensen met 3D-printers die brilletjes printen. We hebben heel veel vuurwerkbrillen gekregen vanuit andere lijnen die bij ons nu spontaan binnenkwamen. En wij gebruiken op dit moment die brillen heel veel. Dus de vuurwerkbrillen worden eigenlijk heel erg gebruikt. En die zijn tot grote tevredenheid eigenlijk. En als je dus een masker op hebt plus een vuurwerkbril, is eigenlijk bijna je hele gezicht al verborgen. Omdat de Chinese industrie is gestopt met het maken van de isolatiejassen en zich volledig heeft op de masker maken heeft geworpen, dan moet je dus iets anders gaan bedenken. En dan hebben wij contacten met de voedingsindustrie. Dan moet je denken aan een Campina of nou, in ieder geval productiebedrijven. Die gebruiken namelijk jassen als mensen in de fabriek willen komen als bezoekersjassen. En die zijn wij gaan gebruiken als eigenlijk de isolatiejassen over onze kleding heen. Daar waren we wel bang voor en vandaar dat we de mondkapjes zijn gaan sparen die gebruikt zijn en die zijn gesteriliseerd. Maar tot op heden hebben we die nog niet hoeven in te zetten. Dus we hebben nog steeds voldoende materiaal gehad. Omdat er zo'n controle is of we geen tekort gaan krijgen, zijn we daar gelukkig niet tegen aangelopen tot nu toe.